bakkerribbetjes. Bakkerribbetjes van de schouder. Met veel vlees, omdat we de schaapblad aanlaten. We gaan ze eerst even lekker kruiden. Dit doen we met peperzout. Klein beetje knoflook. Dat gaan we in de oven pakken. Dan gaan we een krachtig jus bij lekken. Van 100% runderbouillon. Met ingekookte rode wijn. En een shallot op knoflook. Heel krachtig. Die gaan we onder. Zodat de bakribbetjes onder staan. Dan gaan we ze in de oven garen. Die gaat ook inkoken uit zichzelf in de oven. Daardoor wordt hij ook nog sterker van, wordt dikker. En als het weinig ingekookt is, dan gaan we het een beetje na inkoken. Helemaal gaar. Nu laten ze even afkoelen. Een nacht in de eigen in de jus die we gemaakt hebben vanochtend. Ze hebben nu 6 uur in de oven gestaan. Helemaal gaar, onwijs mals nu. Alleen nu komt het verrijking. De verrijking is af laten koelen in de jus. Dan wordt ze veel krachtiger van smaak. Kijk, je ziet het ook. Ik had het gewoon echt gewoon mijn lepels uit elkaar. Van die hele mooie structuur van de schouderlap. Ja, nee. Het is zo lekker. Als je dit proeft, weet je nooit meer anders. Spraak over pulled pork. En dit is gewoon 10 keer lekker als pulled pork. De bakribbetjes van de schouder zijn nu verrijkt met de jus. We gaan het vet eraf halen. Dan gaan we de jus die ik over heb, gaan we inkopen tot de krachtige jus.